Goedendag kijkers en welkom bij deze aflevering van De Nieuwe Politiek Live, zei we. In navolging op mijn vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën, zit ik hier met de reparatietopper, kan je wel zeggen, meneer Armand Zinder. Maar voordat ik hem een aantal vragen ga stellen, ga ik even wat voor u voorlezen over het DNB-fonds. Het DNB-fonds is ingesteld door de Nederlandse Bank om bij te dragen aan de vermindering van de gevolgen van de transatlantische slavernij in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. Die werkt 150 jaar na afschaffing nog altijd door in de levens van de nazaten van de tot slaafgemaakte. Nou, inmiddels is er dus al een potje vrij gemaakt. Er zijn middelen vrij om, zeg maar, projecten in te dienen. En veel mensen weten er niks van. Het is allemaal heel erg onduidelijk. Dus vandaar dat ik hier zit met meneer Armand Zinder, die alles weet over reparations. Meneer Zinder, hoe vindt u dat eigenlijk er heel veel onwetendheid is en onduidelijkheid is omtrent dit gebeuren, dit gegeven? Nou, het is een beetje te verwachten. Het is wel zo, dus dat ik het een schande vind dat ministers niet ervan op de hoogte zijn. Ze behoren er gewoon van op de hoogte te zijn. Maar het geeft alleen maar aan de desoriëntatie op het vlak van slavenhandel en slavernij en landroof van de inheemse en de gevolgen daarvan. Hoe zou het eigenlijk moeten gaan volgens u? Ja, nou kijk, het is inderdaad zo dus dat de Nederlandse bank enige middelen beschikbaar heeft gesteld voor de ellende die de oprichters van de bank, zelfs ook meededen aan de slavernij en er behoorlijk aan hebben verdiend, een bedrag beschikbaar stelt van maar 10 miljoen euro. In feite zou men moeten beginnen te denken aan tenminste 100 miljoen euro. Omdat misdaden tegen de menselijkheid en hun doorwerking, dat is eigenlijk oneindig. Het gaat om een bedrag voor Suriname en de eilanden, meen ik, van slechts 5 miljoen euro. En de manier waarop men heeft gedacht om dit bedrag te besteden, zeker in Suriname en de eilanden, daar is de reparatiecommissie totaal niet mee eens. Wij vinden dat het hier gaat om een bedrag dat bestemd is als compensatie voor misdaden tegen de menselijkheid. Dan kan het niet zo zijn dat jij of dat het instituut wil bepalen wat de condities zijn, dat het instituut wil bepalen waar die middelen naartoe moeten en dat het instituut wil bepalen aan wie de middelen tegemoet zullen komen. Ik kan u verzekeren dat dit project gaat falen. Dus men is bezig falen te organiseren. En dat is heel jammer. Want deze middelen zullen niet terechtkomen bij de nazaten van de tot slaafgemaakte en de inheemse. En met name in de ghetto's. Die middelen komen helaas terecht bij mensen die mooie projecten kunnen schrijven en mooie projecten kunnen indienen. Maar dat komt omdat de aanpak totaal verkeerd is. Wat zou de juiste aanpak moeten zijn, zullen zich natuurlijk afvragen. Nou, de misdaden zijn geweest tegen onze voorouders. Wij zijn de nazaten. En wij moeten bepalen. Dus dat wil dus zeggen, er had een organisatie opgericht moeten worden van nazaten en zij hadden moeten onderhandelen met de Nederlandse regering. En de Nederlandse regering moet de middelen beschikbaar stellen en heeft niets te maken over de besteding. De Nederlandse bank heeft alleen maar te maken over de controle. Dus dat wil zeggen, beide partijen zouden moeten afspreken
dat er middelen beschikbaar zijn, dat ze daar naar daar gaan en dat er een accountantscontrole plaatsvindt, zodat de Nederlandse regering ook kan verantwoorden aan haar raad van commissarissen of aan wie ze verantwoording schuldig zijn. Maar niet dus dat men onder de radar Suriname binnenkomt, met allerlei organisaties gaat praten en mensen hongerig maakt voor eigenlijk voor een dime. Niet voor een quarter, maar voor een dime. En dan zie je dus ook hoe de mensen hier in Suriname reageren. Het is bijna alsof men totaal niet beseft waar het om gaat. Men wil gewoon projecten indienen. Ja, maar de mensen kunnen niet reageren omdat ze het punt eens, ze weten niet eens dat er middelen beschikbaar zijn. En dus waar moet die reactie dan vandaan komen? Nou, die reactie moet vandaan komen uit de kennis om te weten waarvoor deze middelen beschikbaar worden gesteld. En wie is verantwoordelijk daarvoor? Wie zou de mensen op de hoogte moeten stellen van, hé, er is een potje, kijk, u heeft net mooi aangegeven van, het is de ze komen onder de radar, maar het is al een feit dat de middelen er zijn en dat de projecten worden ingediend en dat men gebruik maakt van dat potje. Maar nu, wie zou de mensen op de hoogte, wie is verantwoordelijk daarvoor? Nou, ik weet niet precies wie ervoor verantwoordelijk is, maar ik weet wel hoe het zou moeten en dat heb ik net aangegeven. Het punt is dus dat wij ook weten dat een groot gedeelte van deze projecten gewoon gaan falen. Omdat het is een boom die geplant wordt in moerasgebied. Terwijl het een boom is die geplant moet worden op savannegebied. Dat is de situatie die nu gaande is. En dat vinden we verschrikkelijk jammer. Het punt is dus dat ik meen dat het inderdaad zo is dat de ministers of de regering niet op de hoogte is gesteld hiervan. Maar hoe kan dat? Ik heb die vraag gesteld, want ik denk het is de minister van Buitenlandse Zaken, hij heeft buitenlandse betrekkingen. Dus je zou denken van, zo'n zaak wordt besproken, de minister van Financiën zou op de hoogte moeten zijn dat er middelen beschikbaar zijn. Want een tijd geleden, de excuses zijn aangeboden, het is heel groot aangepakt. Er was zoveel commotie in de pers, op social media. Nu dat de middelen beschikbaar zijn, hoor je niks. En mensen weten niks. Maar dat komt omdat het totaal verkeerd is aangepakt, toch? In feite hadden de ministers ervan op de hoogte moeten zijn. Als het op de juiste manier was aangepakt. Maar nu gaat het consequenties hebben. En dat is heel jammer. Bovendien, en ik denk dat dat het hoofddoel is geweest, dat een compensatie is voor de doorwerking. Maar de mensen waar het voor bestemd was, die weten er ook totaal niets van. Dus eigenlijk zou de Nederlandse bank de grootheid moeten hebben, zeg ik, stop voorlopig hiermee. Je gaat de mensen eerst informeren. En dat er dan wordt afgesproken van hoe de disbursement van deze middelen gaat plaatsvinden. Maar bent u zelf benaderd door, u bent van de Reparation Commissie, bent u zelf benaderd door de bank? Of door de organisatie die nu hier gevestigd is? Nou, wij hebben zelf contact opgenomen met de bank. En dat is voor de excuses werden aangeboden. En we hebben toen aangegeven van hoe volgens ons dat had gemoeten. We zijn het ook niet mee eens en we vinden dat dat onjuist is dat de president van de Nederlandse Bank in het Oosterpark in Nederland zijn excuses gaat aanbieden voor dat slavernijverleden van de voorgangers van de Nederlandse Bank. Hij had de excuses in Suriname moeten aanbieden, omdat in Suriname die misdaden zijn gepleegd, onder andere. Dus daar begint het mee. In de tweede plaats, het bedrag waarover we praten, dat is eigenlijk niet serieus. Als het gaat om misdaden tegen de menselijkheid, dan had de Nederlandse bank
moeten beginnen te denken bij een bedrag van minimaal 100 miljoen als Nederlandse bank. Maar dat is niet gebeurd. En zo zijn er nog een aantal andere zaken. De manier waarop de disbursement plaatsvindt is ook helemaal verkeerd. En dat hebben wij dus ook medegedeeld aan de president van de Nederlandse Bank. En wat was zijn reactie daarop? Hij had geen adequate reactie. Wat moet die man zeggen? Nou, dan misschien dat er geluisterd wordt naar de mensen die de trauma's ervan hebben overgehouden. Dat zou kunnen, maar kijk, dat de hele manier waarop Nederlandse instituten, de Nederlandse regering, Nederlandse bankinstellingen deze zaak bekijken, is het bagatelliseren ervan. Weet u? En in de eerste plaats die excuses. Excuses waarvoor? Excuses voor misdaden tegen de menselijkheid. Maar de misdaden worden nergens genoemd. Nou, ik kan u zeggen dat die misdaden verschrikkelijk zijn geweest. En ze ook nog steeds doorwerken. Maar men wil er heel oppervlakkig overheen gaan en het niet doen zoals internationaal bij organisaties van de VN en in het Caribisch gebied wordt aangegeven hoe je het zou moeten doen. Maar destijds heeft hij de huidige president heeft hij hem geadviseerd toen de excuses werden aangeboden en toen de gesprekken plaatsvonden? Ja, we hebben de president geadviseerd. We hebben ook de voorzitter van het parlement geadviseerd. Maar helaas moet ik zeggen dat van de regering uit dat er geen reactie is geweest toen er 9 prominente parlementariërs uit Nederland hier naartoe zijn gekomen. Er is geen officiële reactie geweest op de excuses die zijn aangeboden op 19 december 2022, geloof ik. Er is ook geen officiële Surinaamse reactie geweest op de toespraak van de koning van Nederland, toen hij niet alleen excuses aanbood, maar dus dat hij ook vergiffenis vroeg voor de misdaden die zijn gepleegd. Er is wel één reactie geweest van de minister van Buitenlandse Zaken, en hij vond, in navolging van de Surinaamse reparatiecommissie, dat de excuses door de koning in Suriname zouden moeten worden aangeboden. Trouwens, dat zou nog steeds kunnen. Want die excuses zijn tot en met de dag van vandaag nog niet geaccepteerd. Ook de excuses van de Nederlandse bank zijn tot de dag van vandaag niet geaccepteerd. En dat moet georganiseerd worden hier in Suriname. Maar u heeft het net over geen reactie vanuit de regering. Wat zegt het over de regering eigenlijk? Wat het zegt, blijkbaar weinig belangstelling voor dit onderwerp. Die conclusie moet je trekken. Maar naar aanleiding van de excuses die, zoals het toen leek, een beetje was afgedwongen. Want mensen waren er niet blij mee, de samenleving, de reacties vanuit de samenleving. Het is toch doorgegaan toen der tijd. De reacties dus van de regering zijn uitgebleven. We zijn nu op een punt waar de middelen worden vrijgegeven. En niemand weet wat. En ik praat nu met u en u zegt van ja, het is gewoon onwetendheid en geen belangstelling. En het wordt een hele fiasco. Wat kunnen we daaraan doen? Nou kijk, wij willen succes organiseren. Maar we merken dat er nu chaos wordt georganiseerd. Dus we moeten aan tafel gaan met degenen die hun stakeholders zijn, om te zorgen dat deze chaos niet verder ontwikkeld wordt. En dat de lijn wordt ontwikkeld die bijvoorbeeld de CARICOM uiteenzet. De lijn die Dennis O'Brien uiteenzet. Er zijn dus voorbeelden van hoe het wel moet. Maar de manier waarop het nu gaat, dat is echt niet juist. Maar toch, wat kunnen we nu doen? Nou, net op wat ik wacht.
net zei. Ik aan tafel gaan zitten. Oké, er zijn al middelen beschikbaar. Er worden al projecten ingediend. We weten niet door wie, waarvoor. Ik heb toevallig een mevrouw gesproken, die heeft een heel mooi project. Maar dan denk ik ook weer van, klopt dat wel helemaal? Dus ik wil graag weten wat de eerstvolgende actiepunt is op dit gebied. Ja, om de tafel gaan zitten duurt maanden. Deze zaak over reparaties, want die middelen die worden beschikbaar, ze hebben niets te maken met herstelbetalingen. Totaal niet. Ze komen uit bepaalde fondsen om ons zoek te houden hier in Suriname. Het is geen reparaties. Wij willen praten over reparaties. En daarvoor is er al een draaiboek. Al jaren is er al een draaiboek daarvoor. En het punt is, je moet dus de stakeholders krijgen om daarover te praten. Want die mevrouw die u zegt, die een mooi project heeft, die kent het slavernij dossier waarschijnlijk totaal niet. Omdat velen hier in Suriname dat slavernijdossier en het reparatiedossier niet kennen. Maar daar gaat het om. Dus het is fundamenteel dat de mensen geschoold worden. En het is geen kwestie van 1, 2, 3 een projectje indienen. Daar gaat het niet om. Het gaat om een in feite goed maken wat in de koloniale tijd, die minimaal 300 jaar heeft geduurd, dat gedeelte van de slavernij, om dat goed te maken. En dat doe je niet met de projecten hier en daar. Dat is voor de gekhouwerij. We moeten gaan praten over compensatie voor misdaden die tegen de menselijkheid zijn gepleegd. Ja, dat klopt, als je het zo zegt. Maar toch, de middelen, of de fondsen, u bent van de reparation, maar ook als er middelen, fondsen vrijkomen voor de nazaten van de tot slaafgemaakte, zou ik ervan uitgaan dat het eigenlijk wel goed terecht zou moeten komen en naar de mensen zou moeten gaan die het eigenlijk toebehoort. En waarom men zegt van, ja, eigenlijk moet iedereen daarbij betrokken worden, heeft u daar een antwoord op? Laat me even nu zuiver vanuit de optiek van de Nationale Reparatiecommissie Suriname praten. Wij hebben ook een awareness traject of project dat gericht is op training, coaching, begeleiding van mensen. En mensen in de ghetto's, mensen in de dorpen. In de Marondorpen, in de inheemse dorpen. Dus want daar gaat het bij ons om, weet u. En we hebben ook een awareness traject, maar dat is niet zo belangrijk. In de eerste plaats is dus dat je moet gaan praten over de rechtvaardiging van herstelbetalingen. Als dat niet duidelijk is, is het eigenlijk water naar zee dragen. Want die projecten worden ingediend, ze duren 1, 2, 3 jaren en wat dan? Wat gebeurt er dan? En ik kan u zeggen, wat er dan gaat gebeuren, alleen maar frustraties. Want de mensen gaan zeggen, ik heb nog een project, of mijn project is nog niet af en er zijn geen middelen. Omdat die middelen ook veel te weinig zijn. Ja, vooral van de DM. De Nederlandse bank, die 500.000 euro die ze 10 jaar lang dus aan het Caribisch gebied beschikbaar hebben gesteld. Suriname en het Caribisch gebied. Ja, dat is 5 miljoen. En de Nederlandse regering die stelt 200 miljoen beschikbaar. Ook geen reparatiegelden, maar gewoon bewustwordingsfonds. En daarvan gaat 100 miljoen naar Nederland. En dan moet 100 miljoen verdeeld worden tussen de 6 eilanden en Suriname over een periode van 10 jaar. Ook bijna niets. Geen reparaties. En wij willen praten over 2 zaken. 1. De middelen die nu beschikbaar worden gesteld, die moeten komen
bij de nazaten van de mensen die toen tot slaaf zijn gemaakt. Dat in de eerste plaats. En we willen gaan zitten om te praten over reparaties. En we hebben in een persoonlijk gesprek ook met premier Rutte, althans een gesprek met meneer Rutte, hebben we hem ook duidelijk gemaakt. Zeg heer Rutte, het gaat niet om een paar honderd miljoen. Wij moeten praten over miljarden. Dat is de schade die is aangericht. En die als compensatie moet worden vrijgemaakt over een lange periode, een periode van 25 jaar. En na die 25 jaar of voor die 25 jaar moeten we weer gaan zitten om te kijken of er nog een traject van 25 jaar moet worden afgesproken. Daar staat de reparatiecommissie voor, niet alleen in Suriname, maar in het hele Caribisch gebied. Want wij zijn onderdeel van het Caribisch gebeuren voor reparaties. Juist, dus kort, u zegt nu van de middelen die nu beschikbaar zijn moeten komen naar de nazaten van de tot slaaf gemaakte. Hoe ziet u dat gebeuren? Dan moet je naar de mensen gaan. Je moet met ze praten. Als er organisaties zijn, dan moet je ze vragen van wat denk je dat er moet gebeuren in jouw situatie in deze wijk? En dat moet je mooi formuleren. En dat moet je, dan moet je zeggen aan de Nederlandse bank, dit willen die mensen hebben. Dat is de formule. Oké, nou meneer Sinder, hartstikke bedankt. Ik denk dat we gaan afronden nu. Er is een stukje duidelijkheid gekomen. In ieder geval weten we nu van, u bent wel op de hoogte, tenminste. En dat is alleen maar goed geluid en heeft een paar mooie adviezen gegeven. Dus u heeft het gehoord, dit was het weer voor dit moment. En ik groet.